hebben jullie zo'n volleybalschool opgezet? Omdat hier in de regio heel veel talentvolle meiden spelen bij de clubs. En wij als school toch echt wel wat extra's wouden bieden. En dit was echt een mogelijkheid om met twee handen aan te pakken. Zowel de meiden als Thijs Oorsting, mijn collega volleybalschool trainer. Om dat volop aan te pakken. Ja, want hoe is jullie aanpak? Leidt de school daaronder? Nee, als het goed is niet. Wij selecteren de meiden in september. En de geselecteerde meiden mogen dan onder schooltijd bij ons trainen. 1 keer in de week, 2 uur lang. En dan missen ze inderdaad lesuren. Maar omdat ze zo gedreven zijn dat ze willen blijven trainen, zorgen ze dat ze die lesuren wel inhalen en dat het allemaal voor elkaar komt. Dus dat gaat echt goed. Ja, want jullie doen ook regelmatig mee met bepaalde kampioenschappen. Kun je daar iets over zeggen? Ja, elk jaar wordt er tegenwoordig een WK georganiseerd. Afgelopen 6 jaar hebben we meegedaan aan de WK's in Frankrijk, Portugal was het. Dat is voor de WK scholenvolleybal onder de 18. En dit jaar staat in april het WK onder de 15 op het programma in Kroatië. En daar gaan we ook naartoe. Dus we hebben echt wel wat te bieden voor de meiden. Ja, en denken jullie dat je daar hoge ogen kan gooien? Het blijft altijd afwachten. De top 10 wat daar komt, dat zijn echt vaak nationale jeugdteams die op één school in China zitten of in Brazilië. Dus daar kunnen we echt niet aan tippen. Maar als we ergens rond de plek 10, 15 zitten, dan zijn we echt tevreden. Ja, de volleybalschool, dat is een hele grote kans voor ons. Want daardoor kunnen we onze technieken heel erg verbeteren en het is ook heel leerzaam. Ja, en jullie gaan ook nog ergens naartoe, heb ik begrepen. En wat is dat? Ja, 1 keer in de 2 jaar is altijd een WK onder de 18. Dit jaar hebben we de kans gekregen om ook nog aan het WK onder de 15 mee te doen. Op het laatste moment wel. Maar dat is heel leuk. Ja, want waar gaan jullie naartoe? Kroatië. Zo. En wanneer gaat dat gebeuren? Nu ongeveer over 2 maanden. Van 30 maart tot 6 april of zo. Hartstikke leuk. En wat vind jij zo bijzonder aan volleybal? Het is een teamsport en je moet ook echt samenwerken om een goed punt te halen. En wat denk je? Kunnen jullie daar hoge ogen gooien in Kroatië? Nou, ik denk wel dat we sterke tegenstanders hebben, maar we gaan het altijd proberen.